didn't even get to cross. Yo mensen, vandaag Lisa Games. Mijn naam is Tommy en van jullie zagen al een klein beetje skin. Want Minecraft bukt een keer niet. En ik ben hier samen met... Ashre Jong. Ja. Je weet toch die onzichtbaarheidsbug? Bij mij is die gewoon weg. Nou, zeg maar, ik zag jou 1 seconde. Laten we het daarop houden. Dus ik wou net zeggen van... ik ben hier samen met. En toen zag je jouw hoofd, zeg maar, Minecraft skin. Mooi toch? Ja, sowieso. Zo, wat... Supermooi. Ik ga lekker rushen. Ashre gaat ook lekker rushen. Ja, ik word boos als die teammate van ons op die persplit gestaan en ik mijn chest aan het looten ben. Die teammate, die kan letterlijk niks doen. We carryen hem, haar, dit. Waarschijnlijk gaat ze toch wel dood. Nee, jij dan? Oké, je bent aan het rushen, oké. Ja, maar deze mensen zijn zo langzaam. Hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De eerste doet altijd 9 en daarna 10. Oh, de eerste met gear. Oh, de eerste met gear. Oh, wordt het lastig? Nee, want hij heeft scheid. Oké. Ik heb een apple, dus we kunnen eventueel naar mid. Maar we kunnen ook zeggen van, we blijven rushen totdat ik mensen op mid zie. Volgens mij gaan ze allemaal mid, denk ik. Nee, niemand gaat nog naar mid. Wacht, kun je even bouwen? Dan kan ik even regenen. Ik heb even mijn eten en zo erbij pakken. Oh, ik heb 2 appels, zie ik nu. Die erbij. Zo, daar zie ik een teamkillertje. Of althans, hij heeft TNT in zand. Jongen, doe eens even heel gauw normaal. Bogen heeft geen zin als ik 1v1. Ik wil cleanen. Ah, jammer. Ik ben hem aan het melee killen en hij gaat... Oh jongen, zie je onze brug? Wil je er overheen? Nee, jammer. Wegwezen met jou. I want die golden apples. Ik heb geen golden. Waar zit die laatste scrub? Hallo! Heb je ook al geen gear? Oh, hij heeft wel wat. Wat? Hoeveel is wat? Ja, weet ik. Ik heb die damage indicator bug, dus ik zag niet zoveel. Ashre, wat voor gear heb je nodig? Niks. Diamond? Oké, is mooi. Want dan hou ik niet iron gear of zo, weet je wel. Oké, ik kom nu weer omhoog. Langzamerhand. Ga jij vast door, want ik kom zeg maar nu nog omhoog. Hey, teamkilling, ik heb de camera, jongen. Nee, ik wil die TNT weer terugzetten. Oh, wacht, nee, die kan ik juist meenemen. Dus, er is nog steeds zeg maar niemand op mid, dus... Gewoon door blijven, goedje. We hebben gewoon bijna iedereen al uitgeschakeld. Zal ik naar mid gaan? Nee, kom met mij mee, Ashre. We gaan rushen en dan killen we deze 3 noobs. 2 zitten hier beneden en 1 zit naar boven. Ashre. Heel appreciate. Ashre, ik ga hier dood. Ik ga hier serieus dood door iemand. Serieus, nee. Ashre, waarom focus je een andere? Omdat die mij irriteerde. Nee, door jou ben ik nu dood. We moeten dezelfde focussen. Waarom hit hij mij zo... Oké. Ik geloof hij niet. Hij heeft 1 HP. Kijk, als we hem nu beide hadden gefocust, als hij dood, kon ik een golden apple nemen. Konden we samen de volgende doen. Was die dood, hadden we weer een golden apple konden nemen. Nee, je focust door iemand anders. Ja. Hij heeft ook letterlijk gewoon 1 HP en hij regent niet. Maar mensen, we zien jullie zo. Yo mensen, zijn we weer. Tweede potje, ik ben hier nog steeds met Ashre. Geen sunset. Hey, wie... Wat doe jij? Kut, Mr. Red Jox, lul. Een chestplate nakken. Niet eens sorry zeggen. Hij mag jou niet. Hey, hij gaat je chest... Ik heb zijn chestplate genakt. Hij heeft alles genakt. Ja, hij kan alles gemaakt, smeerlap. Ja, dat zijn van die slimme mensen die snel loot, zodat de teammates het niet kunnen krijgen. Omdat teammates op CubeCraft 9 van de 10 keer toch zo hard zijn dat je het in je eentje moet doen. Ja, dat is wel waar. Kijk, zeg maar nu hier, als ik kijk naar het team, deze man is letterlijk niks aan doen. Die is dood. Dan ga ik eventjes naar beneden, daar zit weer iemand. Ja, hij loopt de cube lag. Die heeft ook nog niks gedaan, zo. En dan ga ik naar de allerlaatste en die heeft me sowieso ook geen 1 keer git. Wow, met een golden apple git, joh! En deze gast probeert mij nu... Hier, kijk, en dat is dus zo met 9 van de 10 teammates. Die gaan toch na een seconde dood. Ja, we zien wel waar die eindigt. Go! YOLO mode! Ja, we laten hem bouwen, zeg maar, weet je? En dan halen we... Hij bouwt ook nog eens op polio. Bouw! Haal de brug weg! Ben je gek? Opnames, lul. Nee, dat is geen team killen. We halen alleen de brug weg. Dat is geen team killen. Zo! Ik viel er in 1 keer doorheen. Eigenlijk hadden we hem eerst moeten laten gaan. Ik ga hier naar boven en dan clean ik zo wel. Ashre, niet weer. Oh, Windows, doe normaal. Ik ben aan het Minecraften. Zeg dat ding, wil je Sony Vegas naar de prullenbak verslepen? Hoe kan dat als ik bezig ben met een... Ik zei toch dat het slim was om omhoog te gaan? Ik zei het je!
Holy shit, je had daar niet moeten blijven met die teammate. Ik was al lang dood. Nee, jij ging juist als eerste dood, omdat je bleef met die teammate daar. Oh ja, tuurlijk. Als je met mij mee was gegaan, want ik ging als eerste omhoog, hadden we het nu al beide overleefd. Het was... Oh shit, ik was daar bijna ingesprongen. Ik ga het wel niet doen aan die kant, ja? Doe het gewoon. Kijk, het was een beetje dom, want die teammate van ons ging als allereerste in. En toen kreeg hij alle damage op zich. En jij kwam echt met scheidkeer aan, terwijl je gewoon aan mijn keer had. Scheidkeer? Had ik geen full diamond dan? Nee, je had eigenlijk chestplay. Sorry, oh nee, dan was ik alles vergeten aan te trekken, maar ik had alles in mijn inventory. En Windows kwam er ook nog een keer bij, dankjewel Windows. Zo! Lol, hij ik heb hem er afgeschoten, hoe dan? Hij loopt er vanaf, smeerlap. Zegt die noob, ja jij bent noob, dat je gaat bouwen terwijl ik schiet op jou, lul. Ga gewoon komen. Het is 2 tegen 1, wat denkt zij dan? Zo, als jij noemt iemand Sean. Racism, report. Deze gozer doet nu precies hetzelfde als wat ik bij zijn teammate doe. Hé. Hey. Weet, wat denk jij? Ik heb 11 golden apples. Ga je backcourt. Oh, Arschrij 50! Arschrij 50! Arschrij 50! Yes. Hashtag de halfgare dingen van Cube. Oh, hij is gewoon verliefd ook. Ja joh, ze mag liever haar ozo pro teammate, die ook lekker hetzelfde aan het doen was als ik. Die zien ze mij, Arschrij? Nee, zie je niet. De nups rekt. Ta 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 ta. Ja, ik heb degene met beste keer er als eerste af. Dat is mooi. Deze kan ik wel 1v1 is onder. En er liggen daar golden appeltjes. Oké. Okay. Weet, BTJ gaat nu wel komen, want je was er net al pushy tegen die andere mensen. Dus BTJ, kom nu naar mij toe en maak mij dood. Wacht, even kijken. Dit zijn die sterren, hè? Heb ik een appeltje? Ik heb 3 appeltjes. Of je gaat... Nee. Nee, niet naar mij. Nee. Dag, Tommy. Hoezo nou weer dag? Omdat hij je pakt. Shit. Tommy gaat gewoon dikke YOLO mode. Inventory space. Maar wat doet hij? Waarom blijft hij daar staan? Het boeit me echt totaal niet wat die jongen doet, weet je. Laat hem lekker zijn gang gaan. Laat hem lekker noob zijn. Wat maakt het uit? Als rijdt tegen noobs. Wat heb je er tegen dan, hè? Zo, alle goldblocks vallen lekker op de grond. Is toch mooi. That feeling when you're hacking gold blocks en alles valt. Wanneer je online een game aan het spelen bent en je moeder en je zegt tegen je moeder van ja, het kan nu op pauze, maar gelooft het, maar ze gelooft je niet. Iemand komt achter je. Oh, de call. Holy shit. En zo terug. Ik zag hem al de hele tijd, maar ik wist niet dat hij nu meteen in mijn rug zou komen. Holy shit. Thanks, Arjay, thanks. Dit was echt een goede. Hij probeerde hem ook gewoon letterlijk in lava te zetten. Pussy. Als hij me gewoon geslagen had, had hij me waarschijnlijk. Eerlijk toegeven dan. Je hebt gewoon dik geluk gehad. Ja, dat was echt. Ik zag hem al de hele tijd aankomen, weet je. En die maar... allemaal valt af. Nice, dan hoef ik nu nog maar. 1 team. Ja, maar kijk, het leuke is zeg maar, ik heb een god. En zij zitten allebei. Ja, mate, ze mogen lekker campen. Dan hoef ik zo alleen maar naar hem toe. Geen gevaar. Ik hoef alleen maar een beetje... Heel snel die goldblocks te hakken. Ja, zo. Heel snel weg van het hout. Goldapple maken. 2 tegen 1. 2 goldapples. Wat wil ik nog meer? Ja, behalve dan winnen. Mensen komen nu. Ja. Huppels hebben ze je gezien, hè? Ze mogen met alle liefde komen. Wat? Kijk, ik ga hier wachten. Niet om te campen,
Maar ik wacht letterlijk gewoon totdat ze hier naartoe komen. En dan gaan we heel makkelijk doen. Dan gaan we proberen beneden met ze te vechten. Ik pak vast de laddertjes af. La-di-da. En kijk, ze hebben toch heel weinig kans. Kijk, een beetje de laddertjes. Had gewoon het glowstone bij de trappetjes weg. Nee. We gaan niet een zoekproefje doen. Ik win het toch wel. Als ik dit niet win, dan heb ik echt... Heb je die andere kill houden? Oh, dan ga ik lachen. Nee. Kijk. Want deze trappetjes zijn nu allemaal weg. Dus ze kunnen alleen nog maar naar binnen. Zij laggen bij mij. Ja, zij kunnen heel veel. Kijk, trappetjes zijn allemaal weg. Shit, ze zitten hier en ik wil ze niet op de grond laten liggen. En dan komen ze zo lekker gezellig naar me toe. Gaan we lekker vechten. Maar één probleem, ze kunnen hier weg. Oké, ze zijn er. Oh shit, ik heb geen lava bucket in mijn inventory. Zij wel. Zo, BT komt even hier zo. Clubbruggen. Wow, lava. Wow. Wow. Mooi, licht. Oh. En dan moet zij nu in de lava springen. Overstroming, jongens. Zo. Is ook gewoon niet van hout, hè? Nee. Zeg maar wanneer ze klaar zijn met een beetje kisten looten. Ze hebben alle trappetjes hebben ze dichtgebouwd met lava. Ah, nou, één trap niet. En dan, ik heb 2 goldappels mee. Ze gaan niet winnen. Nee, daarom. Dat weten ze. Kijk, ik kom wel naar hun toe, weet je. Hun weten dat het een 2v1 is. En hun gaan letterlijk lava plaatsen. Nee, geen lava. Pak lava. Mate, wat wil je dat ik ga doen in de lava? Lekker zwemmen of zo? Eet een goldappel, zwem door de lava en klaar. Hallo, jochie! Hallo! Hallo, ga jij eventjes het heel gauw normaal doen? Flikker niet. Op! Flikker op. Hij ziet je ook niet, hè? Weet, jij was zo irritant, hè? Hè? Ik weet niet wie van jullie het... Oh ja, nu kom je wel naar beneden, hè? Eerst een beetje irritant gaan doen en nu wel komen. Hier, kom. Waar is die andere? Waar is je vriend? Boven. Kom dan, hè? Kom, hier! Boom! Denken jullie wel niet? Beetje lava neer gaan zetten. Heks. Ex. Negeer hem. Dit is mooi. De kids die irriteren mij zo. Ja, die mensen die snappen niet hoe dit spel werkt. Maar mensen, we zien jullie zo. Yo mensen, daar zijn we weer. We spelen nu het laatste potje. We spelen de map Music. Dus zegt de gozer dat hij OP gefoten of die het doet, weet ik niet. Hoe basic is smeerlap. Gaat hij basic doen? Basic is toch niks. Oh nee, basic. Basic is gewoon de bom. Basic is gewoon handig. Want 9 van de 10 mensen weten niet dat ze diamonds kunnen hakken. En gaan dan ook geen diamonds hakken. Ja. En dan hebben wij zeg maar full diamond gear en zo'n goed zwaard en hun niet. Ik zit zonder pickaxe. Heb jij een pickaxe? Ja, 2. Oké, ik stel voor dat je dan het gold hakt. Of het iron. Ja, ik ga gold hakken. Serieus, ja. Gold, ja. Er is ook echt gewoon gold te vinden ofzo. Jij. Gedaan. Even dood. Zo. Als jij opschiet de AUB, dankjewel. Er komen namelijk mensen die... Jij moet je... Nee, even snel 2 chestplattes maken. Maak maar gewoon chestplate en legging. Voor jezelf. Voor mij maakt het niet uit. Ja. Zo, 2 chestplates. Tralalalala. Als jij schiet op, nu! Als jij! Ja, go! Als jij! Ik kom eraan, aan. Hij is bij ons! Oh mijn god, ik ben dood. Serieus? Ik zei nog schiet op. Arschrij, nee joh. Dat vind ik jammer. Ik was er al. Nee, je was er niet. Ik zei schiet op. En toen was je nog chestplates aan het maken. En toen was je er. Dat vind ik jammer. Dus nu ga jij dood. En dat zie ik al. Wat? Weet, hoe won je dat? Jullie hadden beide. Hij had iets van 8 en jij had 6. Speed. I like the speed. Lekker Arschrij. Nu moet je dit wel winnen, hè. Want, ja, waarom heb je iemand die diamonds? Oké. Kom Alex, ik wil jou. Ga naar die volgende, hij is low. Ik wil Alex. Hij heeft 2 HP. Hij regent niet. Ja. Hij is er afgevallen of niet? Hij is er afgevallen. Oh. Holy shit. Ik vind dat sommige Steve's gewoon en Alex's gewoon geen Minecraft mogen spelen. Ik mis Steve. Nu krijgt iedereen Alex zonder reden. Alex is ook gewoon echt een lelijke kutskin. Sfeertje.
Er zit hier niks, ik wil even kip. Alsjeblieft, ga gewoon door, jongen. Ja, eerst wil ik even kip. I believe in you. Nobody in me. Tommy is een halve gaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ik lul. Ik wil nog eentje voor de zekerheid. Klaar. Tralalalala. Drop die maar daar lekker neer. Oh, daarom was je zogenaamd gisteren huiswerk. Ik ben zo goed in wiskunde. Hakt een diamond extra omdat hij niet zeker weet of 9 is. Ik heb je wel door, Ashra. Je bent er gewoon niet goed in. En dan ga je ook nog niet leren, joh. Dat, ik heb wel geleerd. Ja, moest je niet leren toen we aan het opnemen waren? Nee, dat moest ik maken. Hé, hey, er komt iemand naar je toe. Ik weet niet wat die idioot aan het denken is. Hij wil me pakken. Ga naar hem toe. Hij is maar liefst 18 of 19 jaar oud. Wow. Ashra, ga naar hem toe, pussy. Hij heeft kutkeer. Hij is 18 of 19 jaar, jongen. Holy damn, die lad. Is hij dronken, joh. Dit verliest Ashra, wedden. Wat? Zijn hoofd! Zijn hoofd! Is niet... Ashra, je doet 5 damage per hit. Je deed 5 per hit. ik vertrouw hem niet. Ik wil hem nog even checken. Maar mensen, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Ashra, die denkt weer dat het een hacker is. Maakt niet uit. Dus vonden jullie deze video leuk? Laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Willen jullie meer? Abonneer dan. En tot de volgende keer. Later.